In dit filmpje ga ik je leren om een ladderdiadeemvlecht te maken. Voor deze vlecht werk ik het liefst met nat haar. Maak een scheiding net boven het oor en kam al het haar opzij. Pak nu een klein gedeelte van het haar en verdeel het in 3 plukken. Kruis de achterste pluk over de middelste, de voorste pluk over de middelste en dan nog een keer de achterste over de middelste. Voeg nu aan de voorste pluk wat haar toe en kruis de pluk dan over de middelste. Verdeel nu de achterste pluk in 2 en laat 1 helft vallen. Breng de andere helft over de middelste pluk. Dit blijf je herhalen. Elke keer voeg je aan de voorste pluk wat haar toe en dan breng je de pluk over de middelste. Verdeel dan de achterste pluk in 2, laat 1 helft vallen en kruis de andere helft over de middelste. Blijf dit herhalen tot je bij het andere oor bent gekomen. Haar toevoegen aan de voorste pluk en de pluk over de middelste brengen. Dan de achterste pluk in 2 verdelen, 1 helft laten vallen en de andere helft over de middelste brengen. Eindig je vlecht met haar toevoegen aan de voorste pluk. Vlecht dan nog een stukje door zonder haar toe te voegen of te laten vallen. Maak je vlecht af met een klein elastiekje. Pak nu de plukken die je hebt laten vallen en breng ze even bij elkaar met een clip of elastiekje. Breng nu de rest van het haar naar achteren. Pak net boven het oor een klein plukje haar. Om het makkelijker te maken, kun je de rest van het haar even met een elastiekje vastzetten. Breng nu de losse plukken naar achteren. Pak de pluk haar net boven het oor en verdeel het in 3. Begin nu een kantvlecht. Breng de achterste pluk over de middelste, dan de voorste pluk over de middelste en weer de achterste over de middelste. Voeg dan aan de voorste pluk 1 van de losse plukjes toe. Dit blijf je herhalen. Aan de achterste pluk voeg je geen haar toe. Aan de voorste pluk voeg je elke keer 1 van de losse plukjes toe. Zo krijg je het laddereffect. Probeer erop te letten dat je vlecht in de richting van het andere oor. Als je alle losse plukken hebt toegevoegd, kun je nog een klein stukje gewoon doorvlechten. Maak je vlecht af met een klein elastiekje.
Eventueel kun je de twee vlechten met schuifspeldjes vastzetten. Het schuifspeldje kun je verbergen onder een strikje of bloemetje. Dit is het eindresultaat. Abonneer je ook op mijn kanaal. Volg me op Instagram, Facebook en Twitter.